Welkom bij Zoek Tim, waar een duo mij moet proberen te vinden aan de hand van foto's en aanwijzingen. Het duo dat mij moet gaan vinden in het speelgebied bestaat uit Sophie en Abel. Hoi, ik ben Abel, ik ben 18 jaar, ik werk bij de Dirk. En ik doe Creative Media and Game Technologies aan de Hogeschool Rotterdam. Hoi, ik ben Sophie, ik ben 16 jaar en ik werk ook bij de Dirk en ik doe VWO op de middelbare school. Het speelgebied van deze video is havenstad Rotterdam, wat herkenbaar staat door de Erasmusbrug en door de Euromast. Het duo heeft zometeen 4 uur de tijd om mij te gaan vinden in het speelgebied. En de startlocatie van het spel begint in dit park. Dat is het ook gewoon. Dat is het. Alleen zoek Tim. Voor de rest is er niks. Misschien moeten we het woord maken van de letters. Dat is zeker wel heel erg. Ja. Heeft de laptop nog toegevoegde waarde? Oh, nee. Nee. 3 hours later. Oh, wacht. Dat is het wachtwoord. Oh. Op dit moment zit ik op mijn locatie verstopt ergens in het speelgebied. Jullie krijgen elk half uur een aanwijzing richting mijn locatie. Elk uur krijgen jullie een foto richting mijn locatie. En er zijn nog 3 checkpoints te vinden onderweg. Bij dit checkpoint krijg je een envelop met een opdracht erin. Lukt het jullie om deze opdracht goed uit te voeren, dan krijgen jullie een extra voordeel. Lukt het jullie niet om deze opdracht goed uit te voeren, dan verdienen jullie helaas geen voordeel en zijn jullie voor niks naar het checkpoint gegaan. Verder is er ook nog 1 ding waar jullie op moeten letten. En dat is dat ik 1 keer in het spel een verkeerde aanwijzing kan doorgeven. Let dus altijd goed op bij de aanwijzingen of deze wel klopt. Ik wens jullie alvast heel veel succes en wijsheid toe en dan zeg ik start het spel. Oh joh, dat moet wel lukken. En dit is mijn locatie. Ik zit onder de Maas verstopt in de Maastunnel in Rotterdam. Het spel is nu gestart, maar volgens mij zijn Abel en Sophie meer bezig met andere dingen. Goed, we laten de geit weer lekker verder grazen en gaan ons nu focussen op het echte doel. Toch, Sophie? Maar, Ik ben echt toeristisch geworden. Ja, dat is oké. Dat is Tim. Tim? Ja, hij heeft al gestuurd. Beste Abel en Sophie. Dat was het. Ik dacht gewoon, nu komt hij. Is hij weer aan het typen. Oh. Het spel start vanaf nu. De eerste hint is, ik zit niet in de noorden. We moeten naar Rotterdam-Zuid. Ja, ik weet niet precies waar die is. Maar, oké, we zijn nu in Noord, toch? Nee, waar we zijn. Ja, zo koud is Noord. Pak je eens die kaart erbij, die hint. Ja, maar kijk. Dit is best wel Noord, zo. Die, ja. Die is best erbij, Bree. Ja, gaan we Blaak. Gaan we daarheen. Een Blaak is dat toch? Ja. Ik ga naar Blaak. Oké dan, naar Blaak dus. Abel en Sophie gaan richting een checkpoint om een voordeel te verdienen in de zoektocht naar mij. Gewoon even een uurtje eten. Ja, gewoon een uur nemen. We krijgen een paar hits toegestoken. Ja, we krijgen een foto en een hint. 2 hints. Terwijl Abel en Sophie lekker door aan het wandelen zijn door Rotterdam, ben ik natuurlijk bezig met allerlei hele belangrijke zaken. Goed, terwijl ik lekker verder aan het lezen ben, komen Abel en Sophie aan bij de markthal. En gaan ze daar blijkbaar churros halen. Jongens, let op de tijd. Goed.
Goed, tijd voor de tweede hint en voor de eerste foto. Het is ook niet in het oosten en het westen van Rotterdam Centraal. Wat is die foto? Hij is een monden, Brielse Maas. Brielse Maas. Benissen. Dus dat bord moeten we zoeken. Nou, dat is niet waar hij zit, dat is de rit. Dat gaat anderhalf uur lopen. Dat wordt het oké, wacht. Ja. Maar we gaan eerst naar de checkpoint. Hi. Nee, Tim, de checkpoint. Hangt er iets waar we kunnen zien dat het checkpoint is, of is het gewoon een locatie en moeten we naar jou sturen? Het is een locatie en dan moet je het naar mij sturen. Oké, mensen, we zijn met de eerste checkpoint aangekomen. Ja, kijk uit. We moeten een foto sturen naar Tim. Foto? Oké, jij doet het wel. Oh, we mogen een envelop uitkiezen. Goed, Ava en Sophie hebben het allereerste checkpoint bereikt, een foto naar mij gestuurd en dat betekent dat ze de allereerste opdracht krijgen. En de opdracht is als volgt: vind 3 supermarkten in de buurt. Dat is ook gelukt en daarom krijgen ze nu het allereerste voordeel te horen. Jullie hebben de opdracht goed uitgevoerd en dat betekent dat jullie een extra voordeel krijgen. Verzin een vraag waar ik alleen ja of nee op kan antwoorden. Ik antwoord de vraag eerlijk. Oké, dus moeten we dan gewoon vragen of die in Zuid zit? Nee. Ja, waar anders? Laten we een gebied tekenen. In Zuid. Oh, en dan zeggen we, zit je hier? Zit je in dit gebied? Dat is zo goed. Heel slim van jou, Abel. Een beetje tekenen kan jij wel, of niet? Oh, Tim is aan het typen. Ja, hij zit in de rode cirkel. Oh, maar dat is zo'n grote hint. Want dat is best wel in ons gebied, zeg maar. Dat is niet heel ver. Nee, dus dan gaan we hier toch naartoe. Hotel New York. Het is tijd voor derde aanwijzing. Het gaat hier om een attractie. Attractie? Wat voor attracties zijn er? Een kermis. Ik weet niet of je af en toe kermis hebt op Zuid. Zit hij niet? Wat bij is de... dat? Euromast. Oh ja. Dat zit in de rode cirkel. Dat is een attractie natuurlijk. Ja. Laten we eerst naar die voordeel ding gaan. Ja, maar kijk hoe erg het is. Ik kan je één ding vertellen, Sophie. Ik zit daar zeker met smacht op jullie te wachten. Ik heb dus echt een enorm grote angst. Met een bootje met treinen om onder water te gaan. Maar even, dat is toch eng als je onder de zee zit? Het is echt eng om onder te zitten. Echt heel eng, ja. Ja, maar het is, je hebt 2 tunnels en heb je nog een tunnel er middenin. Dus als er iets in zit, dat er een fikje zit in je trein. Wacht. Dan kan je nog naar de middelste tunnel. Bij de Euromast heb je dat ook. Ja. Nee, bij de Euromast heb je ook een ding dat je onder water doorgaat, onder een rivier doorloopt. Is dat niet gewoon zo'n waterbus of zo? Nee. Je gaat gewoon met de roltrap naar beneden en loop je een tunnel onder water door. Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Misschien moeten we dat wel gaan doen. Nee, dat gaan wij niet doen. Veel succes dan, hoor. Dan blijft Tim maar niet gevonden. Dan maar niet, hè. Even een nieuwe hint erop. Ja. Ja, voor de vierde aanwijzing. Voor de vierde aanwijzing, een tweede foto. Ergens in of onder Rotterdam. De Rotterdam. De Rotterdam is toch het speelveld? Nee, je hebt het ene gebouw, de Rotterdam. Oh. Wat is dit? Er zit ergens binnen. Dit lijkt een ziekenhuis. De Euromast. Want daar kan je niet echt in of jawel, zo. Jawel, je kan in de Euromast. Ja, ik kan in de Euromast, restaurant. Maar ik zag wel voor gebouw dat was. Laat. We zitten volgens mij net niet goed, maar aan de andere kant ook goed niet. We zitten goed. Kijk daar, het ligt een brief. Nee, maar Tim heeft ook niet gezegd wat we... Ach, het was wel goed. Welke zouden we nemen? De linker, dat is net de rechter. Plus 2 abonnees op Tim. Oh god, we moeten nieuwe abonnees regelen. Zullen we nog even deabonneren en dan weer abonneren? Ja. Oh, maar dat is echt... Oh, wat een vreselijke opdracht. Helaas nog niet goed. Beetje jammer dat jullie je niet aan de regels houden, hè? Oh, ik heb maar 2 nieuwe accounts. Dat is veel makkelijker. Ja, we gaan kijken of we gewoon een groepje jongetjes tegenkomen.
vragen van, joh, willen jullie abonneren op Tim? Ja, dat is veel moeite. En dan zeggen we van, ja, we zijn een video aan het opnemen op Tim. En wil je abonneren? Je ziet letterlijk... Tim, ben jij al geabonneerd? Oei. Eén nieuwe abonneer bij. Dat is er al één. Oké. Kaboom. Kijk, de eerste nieuwe abonnee erbij. Oh, ik ben nog geabonneerd. Shit. Het wordt straks toch jongetjes. Oh mijn god, ik ben nog niet geabonneerd op Tim. Zo. Wow. Zo, dan gaan we niet geabonneerd. En? Geabonneerd. En nieuwe abonnee erbij. Zo. Dat is de tweede. Oh, goed gedaan, ja. Voordeel 2 mogen jullie aanklikken op de tablet. Oh ja, weer die tablet. Tablet. Cameraman. Yes. Transition. Wow, we hebben de tablet. Dat gaat hij leuk vinden. Dat gaat hij echt leuk vinden, zei dit. Maar een bredere en grotere foto van de locatie, dat kan ik echt waarderen. Dan krijg je nog meer raam te zien. Dat maakt niet uit. Beter iets dan niets. Ja, dat is waar. Hoe lang wij hierover doen. Ja, en Tim over foto's maken. Fietsers afstappen, camera toezicht. Wat is dit? Ik weet het misschien wel, denk ik. Ja? Je weet toch die andere waar je onder de Maas door kan lopen? Volgens mij, misschien als dat een attractie is. Dat is bij de Euromast. En heeft volgens mij die tegels een beetje aan de rand zitten. Kijk, dit is ook wel leuk om even te laten zien. Ook hierachter is volgens mij, ja, is hier ergens de Erasmusbrug, hier zo. Ja. Kijk, daar is de hele mooie Erasmusbrug. En hier zijn wij. Wij zijn hier zo, aan de overkant van de Erasmusbrug een beetje. En zij lopen nu dus. Kijken, zij lopen volgens mij hierachter helemaal. Achter het schip, daar zo achter helemaal. Dan zijn ze al lang weg hoor. Maar goed, daar zijn ze al lang weg, hoor ik hier net naast me. Dus, fun. Weet je de weg of weet je de weg? Ja. Als jullie de weg weten, dan geef ik een steentje, ga maar lekker zitten. Oké. Check maar lekker. Ja. Ietsje beneden, bij anders beneden. Juist. Hebben we het? Soepele incheck, Sophie, maar waar gaan jullie nou heen? Oké, we zijn nu aan het luchten, nog steeds eventjes. We houden ons gewoon aan de regels staan, want we blijven gewoon op dezelfde locatie. We hebben nu net gezien dat zij een bus hebben gepakt aan de overkant bij de SS Rotterdam. En ze gaan nu met de bus, als het goed is, waar gaan ze heen? Rijnhaven. Daar gaan ze echt heen. Zijn ze al uitgestapt, weet je dat nog niet? Maastunnel. Ja, ik denk het wel. En dat betekent dus het hele stuk weer teruglopen. Vijf minuten alweer een nieuwe aanwijzing. Yes. We gaan weer achterkomen of we in de goede richting zitten. Of dat we het gewoon echt compleet fout hebben. Want het is of we zitten goed of we zitten echt compleet fout. Besef, we zaten net erachter. Ja, het hoeft alleen maar later over te steken. Ja. We krijgen in enkele seconden nog een aanwijzing. Wat een groot schip. Nee. Nee, dit kan de fout zijn. Dit kan de fout aanwijzing zijn. Het kan zo dat hij erop kijkt. Ja. We zitten nog steeds goed. Letterlijk langs de SS verlopen. Noord-Zuid, dit moet wel. Dit moet wel Maastunnel zijn. Ja. Kijk, het ziet er echt precies hetzelfde uit. Ja. Ja. Oh,
lekker man. Hey, we zagen jullie helemaal, hè? Hoe bedoel je? Het was echt geniaal. Jullie liepen bij de SS Schotterdam. Ja! Dus wij denken, wij lopen hier naar buiten, kunnen we zo meteen zwaaien. Nee. Maar toen zijn wij de bus ingestapt. We konden niet door. Bedankt weer voor het kijken naar deze video. Abonneer voor meer en dan zeg ik, laters.